Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik ben wakker, het is nu 10 uur of 10 voor 10 ongeveer. We hebben een uurtje in bed gelegen. Ik was best vroeg wakker op mezelf, maar ik dacht, nee, blijf liggen. Ik moet eerst even wat werkdingetjes doen. Ik moet een artikel maken en mijn vlog voor morgen nog editen. En dan gaan we naar Gregors ouders toe. En tussendoor ga ik ook kijken of ik nog wat kan inpakken. Ik heb even gewerkt en ik heb me opgemaakt, mijn haar gedaan. En nu gaan wij naar Gregors ouders. Ik heb verder chill outfit aan, t-shirtje, joggingbroek, want het is zondag. En ja, we zijn echt weer met allemaal huisdingen bezig. Ik kon nog even goed gaan inpakken ook vandaag, want ik ben wel echt aan een roll met inpakken. En ja, nog even. Het voelt echt, als ik dit dan zie, denk ik, zoveel nog. Maar op zich, als je het allemaal in één doos flikker, dan ja, ben je er wel klaar mee, zeg maar. Wij zijn onderweg. We hebben onze ouders. Kijk wat een lekker weer het is. Ja. Yeah. We hebben van Linda en Klaas hun GoPro dingetjes geleend. Want ze hadden een heel cool timelapse filmpje gemaakt van toen zij gingen verhuizen. En dat was zo cool van het uitzicht, zeg maar. En dat willen wij dus ook gaan doen bij New Babylon. En misschien vanavond of morgenavond, ik denk morgenavond op gaan hangen. En dan het uitzicht en dan 24 uur dat je zeg maar timelapse ziet van hoe die zon opkomt en ondergaat. Het uitzicht en super cool. Wij zijn in ons huis. We zijn even bij Gregors ouders geweest de hele dag eigenlijk. En nu, we hebben daar gegeten en nu zijn we heel even in ons huis. En nu gaan we weer terug naar huis. Kijk eens, daar hebben we Foefje. Hallo. Yeah. Alright, ik denk dat het zover is. Ik denk dat ik mijn beauty collectie ga uitzoeken. Of althans de make-up dingen. De beauty dingen uit de badkamer zo heb ik al gedaan in de kast. Maar nu de make-up. Oh, ik denk dat ik gewoon mijn everyday stash in een tasje hou. En de rest gaat allemaal in een verhuisdoos. Of in een vakantietas misschien of zo. Ik denk inderdaad in een vakantietas. Want als het in een doos gaat, dan kletter ik het straks ergens. En dan gaat alles stuk. Maar in een tas. Of in mijn trolley. Nee, mijn trolley heb ik mijn kit al zitten. Alright, ik ga alles in tassen doen. Ik heb nu bedacht om het maar gewoon in zulke tassen te doen. En misschien dat ik dit in een trolley doe. Of gewoon zomaar meesjouw. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. I don't know. Zal ik de bovenkant een keer eens doen? Nee, ik ga in ieder geval gelijk dingen uitzoeken. Moet ik een bakje hebben, een weggeefbak. Ja, dit is een weggeefbak. Dit zijn wimpers. Weggeefbak. Weggeefbak. Uitzoeken. Zo, mijn volledige stash zit in deze tassen. En dit is het ook echt allemaal. Zo, helemaal propvol met make-up. Dit is volledig leeg. Ik ga deze wel meenemen. Ik heb een nieuwe kast, maar dit is ook weer handig voor in kantoor of zo. Dit zijn echt nieuwe kastjes. Die zijn echt ideaal. Daar kan je alles in kwijt. En ik heb deze nu ook helemaal leeg gehaald. Op de laadjes. Moet ik hem nog even goed schoonmaken. Want dinsdag komt de winnares hem halen. Dan heb ik hier mijn everyday bakje. Die heb ik hier nu even ingedaan. En als we gaan verhuizen wil ik hem in het tasje proppen. Dit zijn mijn twee geuren die ik op dit moment gebruik. En deze is bijna op, dus die wil ik graag even opmaken. Nagellak remover. Dit is echt een drama. En dan heb ik hier mijn kwasten nog. Dit gaat zeg maar last minute mee. Oké, het is 11 uur geweest. Wij gaan lekker slapen. Wel trusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei! Hey, guess what? I'm not pregnant. Ik heb overheen gepiept. Nee! Nee, maar ik had het.